Hallo, het is vandaag zoon dochterdag. Zoon dochterdag, ja, wat ga je daar nou bij tekenen? Nou ja, er is nogal wat verschil tussen een zoon of een dochter als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de geboortekaartjes. Laten we dat eens tekenen. Wat zie je op een geboortekaartje van een jongen en wat zie je op een geboortekaartje van een bijvoorbeeld een meisje? En wat als het een tweeling is, bijvoorbeeld? Ja, dat is ook weer lastig. Nou, je hebt verschillende soorten gekleurde muisjes. Of tenminste, je hebt babymuisjes, bijvoorbeeld beschuit, roze of blauw. Ja, en wij tekenen natuurlijk weer niet meer met kleur, we tekenen weer in zwart-wit. Dus ja, ik ga eens even kijken hoe we dat kunnen uitbeelden. Doe je mee? Ja, zo'n dochterdag. Ja, het verschil tussen een zoon en een dochter. Ja. Dat is natuurlijk wel duidelijk op zich, maar hoe kan je dat nou tekenen? Nou, ik dacht, laten we eens kijken naar de verschillende soorten geboortekaartjes die er zijn. Bij een jongen staan er vaak ja, typisch jonge dingen op, zoals een auto bijvoorbeeld. Zo, een autootje of een. Even zo doen, hè. Dan zie je ook echt dat het een geboortekaartje is. En zo. Nou, en dan hier de naam van de jongen. Laten we er even Mark van maken. Ik. Dat is gewoon een willekeurige naam, hè? Mark. En wat u nou bij een meisje ziet, dan bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dan vaak weer. Bijvoorbeeld een vlinder. Zo. Of ja, dan hartjes bijvoorbeeld. En dan de naam van het meisje. Julia bijvoorbeeld. Nou, dit is ook een hartje. Zo. En dan misschien hier ook nog een vlindertje. Zo. Ja, of je ziet juist dieren die worden afgebeeld. Nou, heel veel verschillende soorten. Tenminste, daar kan je wel aan zien of het een jongen of een meisje is. Natuurlijk ook nog de kleuren. Bij een jongen wordt vaak blauw gebruikt en bij het meisje roze. Maar ja, dat hebben we natuurlijk hier weer niet voor de pak, want we tekenen in zwart-wit. Maar goed, de verschillen tussen een geboortekaartje, jongen of een meisje. Ga zelf eens kijken op internet, verschillen tussen jongen en meisje geboortekaartjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.